allemaal, leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Jimmy. Ik neem jullie de komende 2 dagen mee op een spannende ontdekkingsreis door Globaland. Een onbekende wereld hier ver vandaan. Globaland lijkt veel op onze eigen wereld. Op sommige plekken is alles goed geregeld en zie je tevreden mensen. Maar er zijn ook gebieden met veel problemen. 5 landen staan voor grote uitdagingen en zijn daarom wanhopig op zoek naar sterke leiders. Het is aan jullie om deze zware taak te vervullen. De komende 2 dagen krijg je met je groep de leiding over 1 van de 5 landen. In 5 spelrondes probeer je je land zo goed mogelijk te besturen. Om een land te kunnen besturen, moet er eerst geld binnenkomen. In Globaland heet het geld de Globa. Globa's verdien je door het uitvoeren van opdrachten. In elke spelronde voer je met je groep een andere opdracht uit. De verdiende Globa's gebruik je telkens om je land te verbeteren. Steken jullie je Globa's in het onderwijs of juist in de gezondheidszorg? Kies je ervoor om je leger te versterken? Of werk je samen met andere landen aan de bescherming van natuur en milieu? Hoe beter je je land bestuurt, hoe meer punten jullie verdienen. We spelen het spel met meerdere klassen. De eindstand na 5 spelrondes bepaalt welk cijfer jullie voor dit project krijgen en welke groep er met de hoofdprijs vandoor gaat. Dit is het verhaal van Dominique, een 13-jarige jongen die jarenlang kindsoldaat is geweest. Wat vond je van Globaland? Ik vond het een hele prik hoor. Ik hoop dat de kinderen het ook leuk vonden in ieder geval. Ik vind het wel leerzaam. Hoe ze met elkaar discussiëren, dat vind ik heel interessant te zien. En overleggen met elkaar en samenwerken, dat is heel belangrijk, dat is dat leren.